Goeiedag lieve mensen, vandaag heb ik dus 5 kaartjes getrokken. Dus voor de luchttekens, dus voor de tweelingen, weegschaal en waterman. En ik heb dus 5 kaartjes gevraagd die dus wat meer zeggen over de komende tijd. En ik heb deze kaartjes getrokken uit dit deck, de tarot van de dieren in de riem. En ik kreeg dus 5 mooie kaartjes. Het eerste kaartje dat ik kreeg is dit kaartje. De keizer. Heel mooi. Staat voor het teken de ram. Hier zien we ook de ram. En de ram, dat is dus iemand die dus graag actie neemt. Die dus vooruit wil komen en actie wil nemen. Die zit niet graag stil, die zorgt voor verandering. Die houdt van verandering. Dus die neemt heel graag actie. Soms zelfs een beetje zonder na te denken gaat de ram tot actie over. En deze keizer die straalt dus ook de zelfzekerheid uit van de ram. Die dus voor zichzelf wil opkomen, zijn grenzen wil stellen en ook actie wil nemen. Dus dat is eigenlijk iets... Wat eigenlijk voor jou bestemd is. Het actie nemen, het zelfzeker zijn, voor jezelf opkomen en je grenzen stellen. En de tweede kaart, die is overvloed. Dus de 10 van munten, die staat dus voor overvloed. Voor stabiliteit, kalmte en veiligheid op het gebied van je gezin, je thuissituatie, je persoonlijke leven en je werksituatie. Dus wanneer je dus, dus zelfzeker bent, actie neemt, ook je grenzen stelt, dan kun je dus dit creëren. En misschien heb je dit al gecreëerd, dat is ook goed mogelijk. Misschien ben jij al deze persoon die zelfzeker is, actie neemt waar het nodig is en zijn grenzen stelt. En heb je dit al gecreëerd? Dus die stabiliteit op het gebied van, op eigenlijk alle gebieden in je leven. Op het gebied van je gezin, je persoonlijke leven, je werksituatie, noem maar op. En dat zal dus ook automatisch voor overvloed zorgen. Maar hier zie ik zo'n beetje de uitdaging. Hier is er ergens zo een uitdaging, en dat is de 5 van staven. Er is een soort van innerlijk conflict. Dus waarschijnlijk ben je soms wat onzeker of durf je niet goed actie te nemen. Of zoals je ziet staat Saturnus hier ook in leeuw. Saturnus staat voor begrenzing. Dus het kan ook zijn dat je jezelf begrenst, dat je jezelf grenzen oplegt, zodat je dus niet verder kunt gaan. Dus dat is eigenlijk het conflict in jezelf waar je dus mag aan gaan werken. Dus om eigenlijk dit te gaan creëren. Het ligt eigenlijk, het ligt voor je klaar. Het is eigenlijk voor je bestemd. Maar jij houdt jezelf tegen om dingen te bereiken of om bepaalde veranderingen aan te brengen. Dat is eigenlijk echt wel de uitdaging voor je en ook eigenlijk het conflict dat nu in je leven speelt. Jij begrenst jezelf en het is tijd om daar iets aan te doen. En wat je dus kunt gaan doen, dat is dus hier de 7 van staven en die staat dus voor actie nemen. Want we hebben hier dus de ram in leeuw en de ram die voelt zich thuis bij leeuw. Die zijn beiden, die komen op voor zichzelf, die laten zich graag zien, die nemen graag actie, die staan graag in het spotlicht. Dus neem actie. Dat is wat er van je gevraagd wordt. Neem je leven in eigen handen en neem dus de stappen die echt nodig voor je zijn om je doelen te bereiken. Dus wees niet bang, wees niet onzelfzeker of wees niet onzeker bedoel ik. Wees niet onzeker, maar ga ervoor en weet dat je het kunt, dat dit eigenlijk die overvloed voor jou bestemd is. Dus laat die onzekerheid los en wees niet bang. Wees die leeuw hier. Neem actie. Dus dat is eigenlijk echt wel heel belangrijk. En zoals je dan ziet, dan hebben we hier op het laatste dus de koningin van staven. Dat is dus iemand...
Ja, die dus echt wel zelfzeker is. Die weet dat als ze ergens binnenkomt, dat iedereen naar haar kijkt, respect voor haar heeft. Dus ja, dat is eigenlijk waar je naartoe mag werken, die zelfzekerheid. Dus ik heb echt wel het gevoel dat de uitdaging voor jou is dat jij erg onzeker bent. En ja, dat jij eigenlijk jezelf begrenst om eigenlijk vooruit te geraken. Maar je mag dus naar dit toe werken, die zelfzekere persoon, iemand die weet wat je kan en wat je kunt bereiken en daar ook voor te gaan. Echt waar, die zelfzekerheid is echt heel belangrijk, zodat je dus dit hier kunt bereiken, die overvloed. Dus ja, in de 5 kaartjes komt eigenlijk hetzelfde voor. Het gaat over zelfzeker zijn. Dus ja, het probleem hier voor jullie, lieve luchttekens, is waarschijnlijk dat je dus erg onzeker bent op bepaalde momenten. Ik ga niet zeggen altijd, maar je laat vaak zo je onzekerheid je tegenhouden om eigenlijk je doelen te bereiken. Dus, lieve luchttekens, lieve tweelingen, lieve weegschaal en lieve waterman, dit was dus jullie reading. Ik hoop dat jullie hiermee aan de slag kunnen. En wat ik zeker nog wil doorgeven is, ja, weet dat je het kunt. Je bent een krachtig wezen die echt je doelen mag bereiken. Dus ga er gewoon voor. Zo, dit was de reading voor jullie. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en ik zie jullie graag terug de volgende keer. Daar!